Sí. Wat doe je nu, Es? Ik ga wat bollen zetten, eigenlijk een nagel maken op een pinching dowel. Om de temperatuur te voelen en om te kijken hoe mijn product reageert. Zodat ik straks niet mijn eerste nagel verpest omdat ik geen idee heb hoe mijn product uithaalt. Of het snel gaat of traag gaat of dat die gaat kristalliseren. En nou is de pinching dowel koud, dus dit is altijd moeilijker dan op mijn model. Mijn model heeft warme handen. Die ligt op dit moment met haar handen op een warmtedekentje. En door de warmte haalt je product weer sneller uit. Dus ik denk dat het straks helemaal goed gaat komen, want hij is nu vrij traag.